Welkom bij de Godfather 2. Voor we beginnen wil ik jullie erop wijzen dat geweld, oplichting, afpersing, prostitutie en dergelijke niet de sleutel zijn tot succes. Ga naar school, zorg voor een goede baan, werk en toekomst en blijf uit de problemen. Doe de dingen in het spel dan alsjeblieft ook niet na. Laat alvast een duimpje achter en abonneer ook nog als je dat nog niet gedaan hebt. Welkom terug bij de Godfather 2, aflevering 2. Wij zijn in de aflevering 1 vanuit Cuba gevlucht voor de rebellen. En daar is mijn baas Aldo bij omgekomen. Dus Don Michael die heeft besloten dat ik Don van New York ga worden. Alleen ik moet mezelf nog even bewijzen. We hebben kennis gemaakt met Carmine. En de eerste paar zaakjes overgenomen. We moeten nu een nieuwe soldaat recruteren. Voor de volgende overname. En Frank weet waar hij is, dus laten we even kijken wat Frank te melden heeft. Frank, it's time to add some fresh blood to the family. Another soldier already? Michael must be serious about hitting Carmine. That's great news. You'll need the extra muscle. Believe me. Ik heb de juiste vaardigheden nodig. Waar zijn de beste mensen? Mannen. I'm gonna need someone with the right skills. Any specialties I should be looking for? It depends. You want firepower? You should recruit an arsonist or a demolitions guy. If you want someone who's good outside of a fight, maybe an engineer or a safecracker. But you can't go wrong with a doc or a hitman neither. Waar zijn de beste mensen? I only want the best, Frank. You know New York better than anyone. Where can I find the top guys? Yeah. Associates will hang out at any of your businesses, hoping they get noticed by you, capiche? So go back to your turf every now and then and see who's around. Of course, there's the occasional lone wolf, too. Always keep your eyes peeled for guys who want to join the family, Dominic. Ja, en dit is dan het punt dat wij de pyromaan op de doodlijst gaan zetten. Jouw stamboom. Bereid jouw familie uit door nieuwe recruten aan te nemen en geef je gangsters af en toe promotie. Je kunt nieuwe recruten vinden bij zaken die je in handen hebt. Je kunt maximaal 3 gangsters met je meenemen. Zij voegen zich dan bij jou en je team. Gebruik de rest van je mannen om zaken te verdedigen. Of zaken van rivaliserende families over te nemen of op te blazen. Je kunt een van je gangsters online meenemen om voor veronderscheidingen te strijden. Open het pauze menu om online te spelen. Nou, dat laatste stukje dat gaat dus niet, want zoals ik in de eerste aflevering heb gezegd, hebben ze de online service offline gehaald. Omdat er te weinig mensen waren die daar interesse voor hadden, dus helaas voor ons nu. Familieverbetering. Geef geld uit om de statistieken van Dominic of andere familieleden te verbeteren. Koop nieuwe wapens voor alle gangsters uit je familie, maar zorg wel dat ze de juiste wapenvergunning hebben. Als het niet zo is, nou, dat heb ik net gezegd, dat moet je dat eigenlijk online doen, maar dat kan niet, want offline servers zijn online offline. Maar we zetten hem op de dodenlijst. Weet je het zeker? Als hij dood is, gaat, is hij voorgoed weg. No shit, Sherlock. Deze gangster is op de dodenlijst gezet. Ze kunnen door vrienden geraakt worden en ze zullen niet meer herstellen nadat ze gewond zijn geraakt. Als ze doodgaan, dan komen ze niet meer terug. Nou, laat dat nou net de bedoeling wezen. Want we kunnen hem beter krijgen en ik weet precies waar we hem kunnen vinden. Over hier. En ik fluit naar hem alsof het een hond is. Let's go. To get into that next racket, we'll need someone with skills. Like a demolitions guy or a lockpicker. I know, which is why I need to recruit another guy. Don't worry, you can still ride shotgun. Nou, eigenlijk niet, want hij is zojuist op de dodenlijst gezet.
go. Billy Bardi. I'm looking for someone good. Someone who's interested in making a little money. You're Dominic, right? I hear you need a guy. You could ask around. I'm a good earner. Zoals ik eerder zei, ik ga niet naar achtergronden vragen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Gewoon naar specialiteiten om jullie de indruk te geven van hoe en wat. So, what can you bring to the en toch krijg je een beetje de achtergrond te weten, dus maakt niet uit. Boom. Sometimes you just gotta get to the point, you know? Wordt in 10 staten gezocht door de politie. Wordt in nog 10 andere staten gezocht door boze vrouwen. Raakt de vrouwen gek. Zoals je ziet is hij geavanceerd. Nog geen expert, helaas. Maar die komen we vanzelf een keer tegen. Een explosief expert laat de boel knallen. No shit. Als een sterke deur of betonnen muur je pad blokkeert, dan kan hij die kapot blazen. Wat nog belangrijker is, is dat hij ontstekingen kan aanbrengen bij de gasvoorraad van een gebouw. Als die afgaat, dan zal het gebouw volledig de lucht in vliegen. Cool. Ik denk je dat je erbij hoort. Serious? You want me in? Nee. Ja, tuurlijk. Yes. You're part of the family now. Team en familie. Familieleden kun je toevoegen aan of verwijderen uit je actieve familie, uit je actieve team. Gebruik de stamboom om een selectie te maken. Where we going? Okay, Dominic, that big brothel is next. Carmine won't know what hit him. The fuck he won't. Carmine's not that dumb. He'll know it was us, but I don't care. How'd those assholes find us? Even kijken hier of bij de volgende. Zullen we zien hier. Sure about this new guy, Dom? Gun! I could lift her skirt without using my hands. Next one's going between your eyes. Not me. Who started it? Feeling scared yet? Hey, you're back. Listen up, lady. I don't want you talking to the cops. Do I make myself clear? Okay, okay. I'll keep my mouth shut. Heel goed. Ja, als iemand op mij zou beuken, dan zou ik ook goed bang worden natuurlijk. Kijk, en hier hebben we dan een verbeterde versie. How come you don't work with the rest? Maybe it's because you want to work with the best. I can bring a lot to the table, man. What do you want to know about me? Ja, natuurlijk alleen de specialiteit. Al weten we dat wel, want dat hebben we net gezien. Maar goed. What are you good at? I pick locks. Rotary combos, drill jobs, even tunneled into a bank vault once. I get in, man. We beginnen zijn dag en zijn brandjes met supersterke cocktail. Karakter Drankwagon. Hij is een kluizenkraker en een arts. En zijn wapenvergunning gaat van zeer. So, Dom, am I getting made or what? Yep. You're in. Welcome to the family. Zo. Kijk, daar is mijn auto. The cops are coming. Well, look who we found. Come on, come on. Crack it, now. I got you back. Over here. We can both I got you back. You don't want to stay down there forever, do you? Hey, where ben je nou? Hij lag gewoon voor me. Hoe schrik kun je wezen? Liggen. Er zijn maar één of twee boven, dus. Zo, even extra zakgeld mee. En door. Yankee Doodle.
this way, right? Found the owner. Ah. He's gotta go. Oh, how about shit. I rearrange your face? Ik had ook niet verder moeten gaan. Who you paying to protect this place, huh? They're doing a shitty job. You deserve better. Capiche? Okay, I'll pay. You just gotta promise to leave me alone. Okay, promise. Nou was ik dan ook weer niet. Dekmantels. Neem dekmantels over om geld weer te wassen. Met iedere dekmantel die je in handen hebt, stijgt je totale inkomsten met 5%. Dat tikt lekker aan, dus neem zoveel mogelijk dekmantels over. Vergeet niet om bewakers in te huren om ze tegen rivaliserende families te beschermen. Want die willen natuurlijk ook zo'n inkomstenbonus verdienen. Dat snap ik. Hij betaalt voor 5, dus hij krijgt voor 5. Eigenlijk voor 5,5, maar die 5, maar die halve die neem ik lekker in mijn buurt. Oh, iets te vroeg. We moeten tenslotte via de achterdeur, dus hier maar langs. Oeps. En dan hebben we daar toevallig eentje van Carmine's gasten. Zo. Stamboom van rivaliserende families. Gangsters uit rivaliserende families zijn gevaarlijk. Zolang ze in leven zijn, zullen ze je misdaad organisatie in dekmantels aanvallen. Verleen gunsten aan andere mensen om erachter te komen hoe je hen kan helpen. Hen kan omleggen. Om kunt leggen. Als je rivaliserende gangster laat leven, dan zullen ze je opwachten bij de compound van hun familie. Als je de huurmoordwaarde voor de rivaliserende gangster weet, dan kun je iemand op de dodenlijst zetten. Zo wordt de gangster op de kaart gemarkeerd en zal voorkomen worden dat je de eigen mannen hem doden. Nou, toevallig moesten we hem dus ergens overheen gooien. Een riegel. Doei, jij mag daar ook heen, wel rusten. En ben je in geldnood, dan kun je verder doorlopen daar naar de hoek. En daar heb je wat geld liggen en wapens. Oké, het is met 1000. Het is niet veel, maar goed. Zoals ik in de Godfather 1 zeg, elk beetje is mooi meegenomen. Daar ligt verder niks. Move. Specialiteiten. Richt op een icoon van een teamactie en druk vervolgens op C om je team het bevel te geven een bepaalde specialiteit uit te voeren. Oké. Okay. Altijd telefoon in de gaten houden. Trouble coming.
Er moet nog eentje zijn, die zal weer beneden zitten. Ah, kom op. Liggen. I need it open. What's it gonna be? It's got tricky tumblers, but I think I can grab it just a couple more seconds. Lights out! Jump him! Okay, Sugar. I'm only gonna say this once. This cat house is on my turf. That means I get a cut of the action. Understand? All right. You want this racket? It's yours. Take it. Each crime ring you control gets you one step closer to the top. More importantly, you receive a bonus, like armored vehicles or brass knuckles. But if you lose just one racket in a crime ring, that bonus is gone. To keep a place from falling, you can pay men to guard it. You can also send a family member there for defense. A made man is as strong as several guards, but while he's away, he can't be part of your crew. Dit zijn wel de lastigere bedrijven om over te nemen. Bonus is making your life miserable. Taking one of their rackets will make them lose it. And if you don't have the manpower to take over a racket, try bombing it instead. A bomb will temporarily close a racket and break the family's bonus. Finally, keep an eye on how many guards your enemies are using. Strike them when they're weakest. Think ahead, plan your actions, and your family will stay on top. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Je hebt nu de misdaadorganisatie prostitutie in de handen. Misdaadorganisatie bonus, boksbeugel. Jij en je team zullen grote schade aandoen. Aanrichten tijdens het vechtpartijen. Nou, gewoon snel genoeg klikken, dan gaat het ook goed. Nou, en bewakers. Ik geloof dat zij voor 10 betaald, maar dat weet ik niet zeker. 11. Nou, dan krijgt ze eentje bonus. Nou, we pakken deze auto maar. Hell yeah, boss. Carmine must be hurting now. No doubt. That's a lot of bread he's missing out on. Een van je zaken worden aangevallen. Ga er nu zelf heen of stuur er wat mannen op af. Met behulp van de stamboom om de zaak te verdedigen. Nou, we doen het zelf wel. Zo. I don't know, mister. I don't trust him, boss. I bet Carmine tries to pull this shit again. Well, if he does, we'll be ready for him. We should let Michael know that everything's okay. Nou, maar eerst nemen we nog eventjes bedrijven over. Ja. Frank, things are getting hot. I need a place to rearm. Ditch the cops. Yeah, I know a place. There's a block of old apartments downtown. Michael and me'll meet you there. I'll see you soon. Nee, dat is hier om de hoek eigenlijk. Maar goed, pak gewoon de auto. Where's this place that you're meeting Don Corleone? No. Hoe weet jij dat? Some old apartment building. God, I hope nothing's wrong. Oep. We're being attacked. Nee, dat was. Frank, what are we doing here? It's your new place. Here. The key to the castle. Enjoy. Some castle. This place is a shithole. What are you, a decorator? It ain't the Taj Mahal. It's a safe house. Look, you want to shake the cops, you come here. You need ammo, guns, you come here. Come on, get inside. Nou, geweldig. Hello, sir. Why are we meeting here? Are we in some kind of danger? No. I wanted to give you this apartment. It belonged to a man who worked for my father, Luca Brazzi. It's a good place to disappear. We're Dons, Michael. Men like us can't just disappear. We need to settle things with Carmine. Make him pay for those attacks on my businesses. Payback could lead to war, but I can't say I disagree. No.
You're right. It's time to send them a message. Then it's settled. I'm gonna put a hit out on one of Carmine's made men. They've been leading the attacks, and I don't think they're gonna let up. If I don't deal with them now, they'll just keep attacking. And taking out one of his soldiers, it will also weaken Carmine's family. Permanently. You're calling the shots, Dominic. You can put a hit on anyone, whenever you decide the time is right. The family takes orders from you. Praat met Frank Pendjetlin. Of zoiets. Ik kan nooit, nog steeds die naam niet uitspreken. I'm making the call, Frank. We're putting a hit out on one of Carmine's soldiers. Good. Let's get them all. Let's get them all now, while we got the muscle. Eerst hebben we wat informatie nodig. We'll get them, Frank. One by one. But not without the right information first. Right. You need to get some dirt on your target first. Find out where he is, where he hangs out. Talk to the right people, do him a favor. He'll get the info you need. Laten we hem een boodschap sturen. One at a time, Frank. But it has to be permanent. Send him a message. To do that, you gotta snuff the guy so it'll get everyone's attention. Pay attention to the intel. Strangle him. Maybe put a bullet between his eyes, you know? It's gotta scare the family stiff. Otherwise, you'll never weaken him. To get to Adan, you have to get to his main men. Finding these guys isn't easy. You'll have to hit the streets first. Start by asking around. If somebody knows something, offer to do him a favor. When the favor's done, use the family tree to see what kind of intel you've earned. This information tells you where these guys are and the best way to kill them. The kill condition is key. Just shooting a guy's not gonna shake up a family. You've gotta send them a message. Each guy needs to be killed in a particular way. If you miss, he'll be out of commission for a while, but he'll be back eventually. Do it the right way, though, and he'll be history. Eliminating a made man is good for business. Remember, just like your family, these guys can be sent to defend or attack businesses. Take them out, and your life will be much easier. Ook iemand die een gunst nodig heeft. Something seems to matter. You need help? Yeah. Feel like letting your dogs off the leash for a bit? There's a guy I know who needs to learn a lesson. How about it? Ik ben een don die geen vragen stelt, dus ik doe het. En dan pakken we deze auto. Moordvoorwaarden. Er is een moordvoorwaarde voor iedere gangster. Je moet aan de moordvoorwaarden voldoen om de gangster goed uit te schakelen. Zoek de gangster van Carmine en leg hem om. Dat is alright. It's gotta happen every now and then. Helps get rid of the bad blood. Grijp hem met links en rechter muisknop om hem vast te houden. Druk vervolgens op een spatiebalk om hem te wurgen. Oh, aanslag geslaagd. Kijken of hier wat mensen kunnen vinden. Ja, de sleutel. Ideaal, kom maar op. You need a favor? Yeah, I've been wronged. Son of a bitch doesn't deserve to see another sunrise. Think you'd like to help me pull the shades on this guy? Sure. Should be around here someplace. Carmine Rosado really fucked himself this time. Thinking he could take you on. Take us on, you mean. Good work back there. Even kijken wat de moordvoorwaarde was. Tenminste, wat zij moest. Even kijken. Oh, leg hem om, oké. Don connecties van de Don. Verleen gunsten aan mensen om extra geld te verdienen. En leer hoe je rivaliserende families kunt omleggen. Corrupte beambten kunnen je in grotere gunsten verlenen. Zoals opblazen van zaken. Sneller laten opbouwen en je mannen sneller uit het ziekenhuis laten ontslagen worden. Je kunt het verzoek krijgen om je eigen handel op te blazen of te saboteren. Maak je geen zorgen.
It's only business. Je kunt gunsten op iedere gewenste moment annuleren. Er zijn altijd meerdere gunsten beschikbaar. Still around when the cops get here, you'll be dead. Got it? What crime? I didn't see anything. Okay, heel goed. Please, I didn't do anything. Hello. Is this Dominic? Yeah. Who's Dominic? Carmine Rosato. Carmine. Holy crap! I'm sorry about the attack. Truth is, I can't always control my men. You better learn to straighten them out. I know. Look, Dominic, I want a truce. Let's talk peace, okay? Okay, talk. Not now. Not over the phone. Wat moet Carmine bij in Richie's Tavern in New York? Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik denk dat wij nog een zaak over gaan nemen of wat dan ook. Something's not right. No, I believe him. He's weak. He's got nowhere to go. A truce makes sense. Dominic! You were supposed to be here already. I couldn't help it. Cabby dropped me off on the wrong corner. Well, get in. Buongiorno, gentlemen. What's this? It's a lucky scene for our truce. Richie, that bevalt me niet. Some drinks. I don't like the scene, Carmine. I take that as an insult. Yeah. I'm sorry. It's our way. We're all really happy about your decision. About the peace. You're not gonna regret it. Hey, where's our drinks? Can't make a truce without a toast, huh? Michael Corleone says it all. Ja, daar was ik al wel bang voor, want ik vertrouwde dat honderdje ook al voor geen meter. A cop, what the fuck? Hey Rich, do you open or close? Just cleaning. Ja, heel goed. Ik dacht dat ik mijn Rosado zag, maar nee dus. Je kan hier overal agenten verwachten, dus ik zou uitkijken waar je langs loopt. Waar? Volgens mij heb ik hem al. Goed wat? Ik snap natuurlijk wel als je dit zelf doet, in het echt, dat er helemaal niks van je overblijft, hè? Maar in die tijd kon het nog gewoon. Serieus? Uh-huh.
Nou, dat was ook godzijdank de laatste. Mocht ook wel, want ik ben door mijn ammo heen. Zoek een telefoon en bel je volgende contact. Nou, we hebben hier toevallig een telefoon. Dominic. Michael? I have to be brief. Meet me at your compound. I'll see you soon. What the hell's going on here? Pentangeli's dead. It's Carmine. The truce was a setup. You should have seen it coming, Dominic. Heb jij ons erin geluisterd? Waarom zou hij me verraden? Why would Carmine betray me? It doesn't make any fucking sense. No. And neither does this truce. Someone must be pulling his strings. Let me tell you something. I can't let him get away with this. No more negotiations. No more tricks. I'm gonna enlist another soldier, and we're going to war. Good. Recruit the best man you can find. You can win this, Dominic. And after you've taken over all of Carmine's businesses, New York will belong to your family and no one else. I know, Michael. Carmine fucked up. He messed with the wrong boss. It's time he gets what he deserves. Eliminating a rival family means one thing, war. You never succeed until you kill a family's Don. And you'll never get to him until you take over all his businesses. But just randomly targeting rackets and fronts won't get you very far. Instead, plan a strategy. Build your family. Upgrade your men and guard your businesses. Take over places that are weakly defended or that have no made men guarding them. Bomb businesses to break up your rival's crime rings. And if a made man is giving you problems, then maybe you should return the favor. When a family has no businesses left, they'll retreat to their compound. That's where you want to make your move. Compounds have many ways in, so keep an eye out for places to use your crew's specialties. But be sure to bring a demolitions expert. The only way to guarantee that a family's finished is to completely destroy their compound. Nou, dat is duidelijke taal. Zo. Neem alle bedrijven van Carmine over. Nou, we hebben een plek op de stamboom. Nou, ik weet of waar ik voor ga. Een arts en een kluizenkraker, die hebben we al in één, dus dat maakt niet uit. You want to be part of the life? This thing of ours? I can get you in. Are you serious? No one's ever wanted me in their gang before. En zoals gewoonlijk, alleen de specialiteit. What about your skills? Al weet ze dat ook wel. I'm an expert with technical stuff. Wire cutters, fuse boxes, anything mechanical. Heeft zich ooit 3 dagen lang in het riool schuil gehouden omdat een enorme zoekactie naar hem werd gehouden. Houden werd. Een technicus. You sure you want me in? Dat het ze hem beter hebben. Yes. You're part of the family now. When are they gonna hire more? Stop being such a Melvin. Nou, dan gaan we nou zoeken naar de rest van de zaken. I'm not sure I like that new soldier. If we're gonna... Herinnering. Koop verbeterde vaardigheden en wapens voor je familie. Door in de stamboom op een portret te drukken. Wipe out Carmine Rosario. Nou, even kijken. Jij bent geadvanceerd, jij ook. Nou, verbeteren. Even kijken. Verbeteren de specialiteit. Voltooiingssnelheid van de specialiteit gaat omhoog. 75% bij de volgende. Zal dit wel 25 zijn? 50%? Geen idee. Hij heeft een afgezaagde shotgun. Valt het onder een zware wapen? Dat zien we wel. Maar dat doen we later. Als we meer geld hebben natuurlijk. Zo. Nou, wil jij je ding doen? Dat kan hoor. Geen probleem. We kunnen hier via deze ladder naar boven. Dan heb je daar ergens in de hoek een gat zitten met ladder dat hij naar beneden komt.
kunt. Je hoeft niet eens de ladder te gebruiken, want je kan zo plop naar beneden. This one's all yours. Ik doe dit met spatie trouwens. Het is hier gevaarlijk. Komen jullie ook nog? Kom. Valt heus wel mee. Oh. Daar schrok ik van. Of anders. Even de ammo oppakken. En mogelijk geld natuurlijk. Kijk, dat gaat makkelijk. We hebben niet eens wat hoeven doen. Je kunt dit huis niet voor shit. Niet zonder mij en mijn man. Got it? Oké, de racket is yours. Just better not fuck things up. Heel mooi. Kunnen we door. Kom, expert. Even kijken, jij betaalt voor 11. Dan krijg je ook 11. Ik kan nog ergens 2 bewakers erbij doen. Maar dat zal niet echt nodig zijn, denk ik. Nou, hierbij sluiten wij af. Mag ik jullie bedanken voor het kijken. Like en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Liken dat helpt mij. En het abonneren dat helpt jullie voor de volgende upload natuurlijk. Vergeet dat niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.